Ja, een goedemorgen. Welkom bij deze webinar over de Kendix collectie, de nieuwe Kendix collectie 2021. Als het goed is hebben jullie de stalen in de winkel, pak ze erbij, dan kun je de stoffen ook live zien. Dus dat zou leuk zijn. We gaan eerst beginnen met een hele mooie inspiratiefilm die het Kendix team heeft gemaakt. En daarna gaan we de collectie doorspreken. Dus nou, we starten nu eerst de film. Ja, zijn we weer terug live en dan gaan we het nu eerst hebben over het concept van de collectie. Wat is de gedachtegang erachter geweest? Nou, we hebben natuurlijk een heel jaar vol met corona gehad terwijl jullie de collectie aan het ontwikkelen waren. Hoe heeft al dat thuiswerken jullie geïnspireerd? Ja, dat klopt inderdaad. We zaten heel veel thuis en daarmee zit je ook heel veel online. Dus je was eigenlijk best wel in de digitale wereld. En wij vonden dat best wel een interessant gegeven om daarmee verder te gaan. Dus hoe kan bijvoorbeeld die digitale wereld van invloed zijn op je designs? We hebben toen gekeken naar typische digitale effecten, zoals pixels, glitches, dat soort afwerkingen van de designs. En daarnaast hebben we ook gekeken naar de natuur, want je zit natuurlijk thuis en je merkte dat mensen heel veel de natuur ingingen om te wandelen of om te fietsen of om lekker buiten te sporten. Als een soort van afwisseling van dat binnenzitten en dat online zijn. De natuur was ook een grote inspiratie voor ons en eigenlijk die twee dingen hebben we gekoppeld. Tot één collectie. Ja. Ja. En je zei straks iets over pixels, kan je een beetje uitleggen hoe dat dan... Ja, we hebben dus vooral eigenlijk voor de designs en de special stoffen hebben we die pixels toegevoegd. Pixels betekent picture element, hè, dus die twee woorden is het uit opgebouwd. Wat dus eigenlijk betekent dat een beeld door uit verschillende elementen bestaat. Dus dat hebben wij als een soort gegeven gebruikt om... de designs te ontwikkelen. Dus je ziet dat bijvoorbeeld in de pixelbloem, maar ook in de springbloem. Daar komen die pixels heel erg naar voren als een soort kleureffect eigenlijk. Ja, je ziet dat hierachter ook een beetje gebeuren. Ja. En toen zei je iets over glitches. Wat zijn glitches dan precies? Ja, glitches zijn onstabiliteiten in software. Dus misschien ken je het wel als bijvoorbeeld een scherm vasthangt. Dan krijg je een soort streperig effect van het beeld. Nou, dat effect is eigenlijk visueel heel aantrekkelijk, vonden wij. Dus we hebben daarmee gespeeld. En dat hebben we toegepast in de designs Full Bloom, maar ook in de Flower Bloom. Dus daar zie je die effecten echt terugkomen in de bloemen. Oké. Okay. Ja. En dan zitten er ook een paar grafische designs in. Wat is daar de uitleg dan van? Ja, klopt. Er zitten eigenlijk twee grafische designs in de collectie. Voor ons was dat ook heel inspirerend om te zien hoe bijvoorbeeld bloemenvelden er van bovenaf uit de lucht uitzien. Je krijgt dan hele mooie kleurrijke grafische strepen en een soort kleurrijke landschappen. En die hebben wij vertaald naar de grafische designs. Dus eigenlijk, het gaat wel over bloemen, maar dan op een eigenlijk uitgezoomd bekeken. En welke designs zijn dat? Dat zijn de Field Bloom en de Ever Bloom. Mm-hmm. Dus de naam Field Bloom zegt het ook al. Hè? Dus, bloemenvelden. Bloemenvelden, ja, inderdaad. Een Nederlands begrip eigenlijk. Ja, ja, ja. Ja. En die Ever Bloom hebben jullie samen gedaan met Stella Verduld? Ja, klopt. We hebben Stella Verduld een opdracht gegeven daarvoor. Ja.
om daarmee samen te werken. Ja, ja. Ja. We gaan eerst even kijken naar de collectiefilm. Dus we hebben alle kwaliteiten gefilmd. Pak ze erbij, dan kun je de stof ook voelen. En dan gaan we daarna nog enkele stalen even bespreken. Dus we starten nu de collectiefilm. His. Natuurlijke in-between, zeer verfijnd door een klein aandeel linnen, met een rijk multicolor effect. Een zacht glanzend oppervlak, gecombineerd met een natuurlijke droge look, geeft dit doek een unieke chintz-uitstraling. Met aandacht voor het textiele vakmanschap. De binding ondersteunt het natuurlijke karakter van het doek. Een must voor de materiaalliefhebber. Sephore. Een no-nonsense basic doek. De structuurbinding geeft een vierkant effect aan de stof. Een zachte en wollige touché samen met een subtiele glans resulteren in een verfijnde, warme uitstraling. In een grote toepasbare kleurreeks. Ra. Een katoenen Panama binding met een uitermate zachte en soepele touché. De poederige zachtheid van de doek wordt benadrukt door de tonse ton nuances gecombineerd met een diffuse lichtfiltering. Dichter van structuur dan de His, daardoor ontstaat een stoerder doekbeeld. Glaze. Een ultratransparant polyester met een elegant glanseffect. Doorschijnende kleuren met hard aangezette zwarte accenten die bijdragen aan een chique uitstraling. Een charmante, vloeiend vallende kwaliteit. Stellar. Een multicolor bouclé stof met een kollerige, droge optiek. De contrasterende kleuren in de lusjes van de bouclé-garen hebben een verrassend kleureffect. Het weefsel is opgebouwd uit vier verschillende tinten garens, die elkaar versterken en een feilloos geheel vormen wanneer je de stof van een afstand bekijkt. Van een afstand herken je de typische pixeloptiek die zo typerend is voor de blooming descents. Shift. Een rijk en wollig basisdoek, glanzend en soepelvallend. Een dubbel V-stof met een chanson effect. Dit uit zich in meerdere reflecties wanneer het licht op het gordijn valt. Er ontstaat een licht horizontaal effect in de kleursuiteringen bij het met name de diepere kleuren. Bij de lichtere tinten komt het wat zachter tot uiting. Simbra. Een jacquard geweven stof met een floraal dessin. Met een knipoog naar het pixel art resulteert in een gelaagdheid in het dessin. Bloem. Geabstraheerd dessin. Gestructureerd bloem. Losgemaakt met een glitch effect. Dat resulteert in verschillende lagen van bloemen over elkaar heen gezet. Full bloem is een digitale vertaling van de ambachtelijke E-cut techniek, waarbij het garen vooraf in een patroon wordt geverfd en dan pas verweven. Dit resulteert in een bijzonder kleureneffect. Pixelbloem. Silhouetten van bloemen en bladeren. Met bijzondere kleureffecten ontstaan vanuit een pixelachtige spraytechniek. Zoom in voor de pixelachtige opbouw van het dessin. Springbloem. Wilderige takken met een pixeleffect in combinatie met een multicolor effect. Bewust gestileerde takken die willekeurig van boven en onder het doek inlopen. Flowerbloem. Bloemen vertaald met kunstzinnige instabiliteiten. Effecten als glitches en distortions op een gepixelde achtergrond geplaatst.
Everbloom. Net als Fieldbloom doet Everbloom denken aan een bloemenveld van bovenaf gezien. Everbloom is een compositie van een aquarel look met een collage van scheureffecten. In navolging van de Ombre collectie 2020 voor een grafisch statement in je interieur. Fieldbloom. Fieldbloom roept de gedachte op van een bloemenveld van bovenaf gezien, digitaal vertaald in gestreepte kleurvlakken. Ja, terug live. Dat was de collectiefilm. Hopelijk zijn jullie enthousiast over de nieuwe collectie. We nemen nog een aantal stalen door. De Savor heb ik hier inderdaad. De Savor is een best een grote kleurreeks. Als jullie de stalen al hebben gehad, pak hem dan er even bij. Hij bestaat uit 28 kleuren, zoals je kan zien. Het is een hele mooie, zachte kwaliteit die mooi te confectioneren is ook. En wat er ook zo mooi aan is, is dat we gekeken hebben naar kleuren die zowel best wel naturel zijn, dus heel erg toepasbaar in je interieur, maar ook kleuren die net wat, wat dieper zijn of iets meer, iets sterker zijn, maar nog steeds wel een mooie, mooie basis zijn voor je interieur. Ja, hij is super mooi zacht en soepel. Ja. Heeft bijna zo'n sound effect. Ja, klopt. Ja. En hij kleurt denk ik ook heel mooi bij alle descents. Klopt, we kijken eigenlijk altijd wel naar dat als we de descents ontwikkelen, dat ze ook passen bij onze unistoffen. Dus zo kan je ook mooie combinaties maken met een unistof en een descent. Ja, ja. Kamer hoog? Hoe hoog is die? Hij is 3-10 hoog, dat is ook wel, wel een fijn voordeel. Alle huizen worden steeds hoger tegenwoordig. Ja, ja, zeker. Ja. Mooi. En dan heb je daar nog de andere stijl. Ja, deze wil ik er ook even bij pakken. Dat is de Simbra. De Simbra is een mooi jacquard dessin met bloemen. Het zijn eigenlijk niet heel duidelijk bloemen, maar meer een soort van schaduweffecten die je erin ziet. En wat we zo mooi vinden aan deze stof is dat die ontzettend soepel is. En heel luchtig, hè? Ja, heel luchtig en zacht. En het is echt een heel luxe stof daarmee ook. En wat je heel mooi terugziet in dit dessin is dat ook weer dat pixelverhaal waar we het eerder over hadden. Dat zie je hier duidelijk in terugkomen. En dan nog in een mooi blauw kleurtje. Ja. Heel chic. Ja, zeker een mooie stof. Ja. Mooi. Je vertelde straks al een beetje over Stella Verduld. Ja. Wil je nog iets meer vertellen of zeg je we gaan eerst de interview van haar kijken? Het is misschien wel leuk om te weten hoe dat is ontstaan. Stella is ook een ontwerper uit Eindhoven en zij heeft een beetje een modeachtergrond. En daardoor, omdat ze in de mode heeft gewerkt, heeft zij een heel sterk kleurgevoel. Dus daar is zij eigenlijk nu nog steeds mee bezig, maar dan op een andere manier. Want ze maakt namelijk collages van papier. Dat zijn eigenlijk papieren die zij overal vandaan verzamelt. Dus ziet zij in een tijdschrift een mooi kleurtje, dan scheurt ze dat eruit en maakt ze daar een mooie collage mee. En we hebben haar een opdracht gegeven om een collage voor ons te maken. En dat is uiteindelijk de Everbloom geworden. En daarnaast hebben wij van de Everbloom een dessin afgeleid. En dat is dan de Fieldbloom geworden. Dus eigenlijk hebben we die twee grafische dessins in opdracht met Stella gemaakt. Ja. Ja. Nou, we hebben daar ook een heel mooi interview van in haar studio. Dus die gaan we nu eerst nog even bekijken. Mijn naam is Stella Verduld en ik heb een dessin voor Kendix ontworpen. Kendix heeft mij gevraagd om een dessin te ontwerpen voor hun gordijnencollectie. Deze vraag is eigenlijk ontstaan vanuit mijn manier van werken, namelijk het maken van collages, van kleur, meestal in de vorm van papier. En zij waren bekend met mijn manier van werken en waren benieuwd hoe dit eruit zou zien op een gordijn. Ik was blij verrast door deze vraag, omdat ik mijn eigen collages altijd heel erg plat zie. Hè. Ze zijn dan meestal van papier. En door na te denken over textiel, ga je meteen heel anders over kleur nadenken. Je staat stil bij de golving daarvan of de beweging
Hè, dus het nadenken over het spel van het licht, de stof en de kleur was voor mij heel erg inspirerend. En dat is ook nog mooi omdat ik geregeld de landschappen maak. Dus ik kon eigenlijk nadenken over dat waar ik graag naar kijk. Daar dan een collage van maken en dat vervolgens weer terug in mijn raam plaatsen door een soort ruis heen, een soort waas van een weving. Een zeer inspirerend onderwerp om mee aan de slag te gaan. Nou, dat was de film met Stella Verduld in haar studio in Eindhoven. Misschien hebben sommigen van jullie het al gehoord, maar er is nu Dutch Design Week. We hebben ook al wat op Instagram daarover geplaatst. Wij doen mee aan de Dutch Design Week met het gordijn Everbloom. En dat is bij Envisions. En dat is op de Vuutlaan in Eindhoven. Dus mochten jullie nog een leuke dagje inspiratie willen inplannen, dan is het zeker de moeite waard om langs te komen. Ja, leuk. Ja, het is altijd heel erg leuk, de Dutch Design Week. Dus ik zou zeker zeggen, ga daar een dag naartoe of een weekend naartoe zelfs. Want er is ontzettend veel te zien, heel veel inspiratie. Ja. Wij zijn er ook, we staan er ook. Dus zeker een aanrader om een dagje naartoe te gaan. Dat was alles wat we hebben besproken. Ik weet niet of er nog vragen zijn. Kun je nog even stellen of we beantwoorden ze via de chat. Alle webinars zijn terug te kijken op ons YouTube-kanaal. Dus als je naar YouTube gaat en je gaat naar Mijn Artex, kun je daar alle webinars terugkijken die we hebben gegeven. Deze komt ook online te staan. En na een uur ontvang je een terugkijklink. Dus daar kun je ook de webinar terugkijken of nog een keer met je personeel delen. Het is altijd leuk als nieuwe verkopers deze webinar zien en de collectie gewoon heel goed kennen. Dus dat raden we altijd aan. Goed, dat was het voor nu. Een hele fijne dag en graag weer tot een volgende keer. Dag, tot ziens.